kiss and a little bit of money. You'd be there by now if you had to see what I did. Counting the way in, we'll laugh out loud at some real stupidity. Think I got here by using these little bitty. Maybe like a billion Kim K's. Je voelt het aan alles. Er hangt hier een gespannen sfeer in de lucht. Alle voorbereidingen zijn inmiddels getroffen hier in het Turkse Istanbul. Voor de finale van de UEFA Champions League. Collega Jeroen Guter en ikzelf, Sjoerd de Vos, zitten klaar. Om deze wedstrijd in het Atatürk Olympic Stadium van commentaar te voorzien. Dit is PSV dat het gaat opnemen tegen Ajax. Nou, ik kan me hier wel een voorstelling bij maken. Dit moet zo spannend zijn voor die spelers. We hebben het al even kunnen zien. De spanning was af te lezen van de gezichten. Maar ja, we hebben het over een Champions League finale. Kaf is van het koren gescheiden. En alleen de twee allergrootste voetbalclubs van Europa op dit moment zijn nog over. Ja, en vandaag gaan we zien welke van deze twee het in zich heeft om de finale te gaan winnen. En zich straks winnaar te noemen van de Champions League. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Een geweldige ingreep. En het gevaar is geweken. De uitploeg hanteert een speelstijl die niet altijd even leuk is voor de opponent. Ze jagen de tegenstander op door constant druk te zetten. Het kan natuurlijk risico's met zich meebrengen, want je laat daarmee ook ruimtes vrij. En het vergt een strakke organisatie waarin iedereen zijn taken heel precies uitvoert. Maar als het allemaal klopt, dan heb je er enorme voordelen bij. Sterk verdedigd, maar wel ten koste van een inworp. Jeroen, waarop kunnen we vandaag rekenen wat jou betreft? Als je kijkt naar die twee aanvallende geweldenaren bij beide ploegen. Beide zijn enorm getalenteerd. Met een fantastische dribbel en een trucendoos in huis. Echte publiekslieveling, ja. Ik ben benieuwd weer waar ze ons vandaag mee gaan vermaken. Nee, dat is een bal van niks. Paulo Rosario. Ajax nu aan de bal. En met de bal aan de voet de uitbraak. Het spel gaat verder naar die redding. De man wordt onder druk gezet. Hij schiet hem. Die gaat maar net naast. Hij zet al vroeg druk. En eroverheen in de loop. Opgeruimd staat netjes, zal hij denken. Pablo Rosario. Donniel Malen.
schot makkelijk gestopt door de keeper. Alvarez. Een heerlijk steekballetje. Ajax rukt op naar de goal. Bal naar de spelers in het centrum. Redding, maar de bal blijft in het spel. Ik denk dat hij deze bal gewoon verkeerd tegen zijn hoofd krijgt. Ja, die bal zeilde ver van het doel af. Toch jammer hoor, van deze mogelijkheid. Dit kon wel eens gevaarlijk worden. Mario Götze. Daar gaat het balbezit. Hij schudt de tegenstander van zich af. Speelt een hoge steekbal. Boom! Kopbal! En daar is het openingsdoelpunt van deze finale. Het stadion staat op zijn kop. Inderdaad zeg, wat een ontlading hier. Het begint natuurlijk met die voorzet die perfect op maat is. Over de afronding ben ik daarentegen minder te spreken. Want wat doet hij daar nou eigenlijk? Hij probeert te volleyen, maar de timing klopt niet. Maar wat heeft hij dan toch een geluk dat de bal toch nog in het net verdwijnt. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Pablo Rosario. En daar is Mario Götze. Aanval van de Eindhovenaren. Doelkans! Hij weet het schot tegen te houden. Davy Klaassen. De bal bij Allaire. Goed gezien, mooi uitgevoerd. Hoge steekpaas. Net op tijd ertussen. Wordt dit een gele kaart? Want deze ingreep is dat waard. Hij krijgt een kaart voor die actie. Kleur. Geel. Pablo Rosario. Daniel Malen. En PSV weer in de aanval. En hij weet die lange bal makkelijk te keren. Daniel Malen. De keeper pakt hem met alle gemak. Davy Klaassen. Sébastien Allaire. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Ja, applaus voor die doelman. Ik ga staan. We staan, gaan allemaal staan. Jeroen, staan. Ik sta. Absoluut, ja. Schitterend. Doelkans. Hij raakt die bal vol. Wat een knal, zeg. Ja, en hij gaat maar net naast, hè. Anders was het een doelpunt geweest. En ze kunnen meteen weer aanvallen naar die ingreep. Sébastien Allaire. Het schot wordt afgeweerd door een speler. Een kans op een counter. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Zo zegt, dat scheelt een haar. Ik tel hem al naar die prachtige counter. Daar kwam een mooie kans uit voor, maar het werd net niet. Sébastien Haller. Een offensief van de Amsterdammers. Hij is gretig en pakt de bal af. Er wordt een minuutje bijgetrokken voor de blessuretijd. Ze staan al voor en mogen een hoekschop nemen. De hoekschop wordt voorgegeven. Ik dacht, we gaan hem zo inkoppen, maar hij werkt hem gewoon naast. Wat een pechvogel, Jeroen. Ja, nou, of hij moet gewoon beter zijn tijd nemen. Hè? Maar in ieder geval gaat de bal langs de verkeerde kant van de paal.
Oké, daar is het rustsignaal en dat betekent dat deze ploegen zich even terug zullen trekken in de kleedkamer. Laten we hopen dat het vuurwerk na rust weer gewoon verder gaat. Nou, daar zeg je echt geen woord te veel, hoor, Siert. Vuurwerk, ja, dat was het, hè. Het is een...